jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Zoals jullie waarschijnlijk weten, hoi, leuk dat jullie weer kijken. Het is vandaag donderdag en we zijn onderweg naar Downtown LA. Daar ga ik naar een afspraak toe. En zoals jullie weten ben ik dus inderdaad in Los Angeles. En ik ga jullie weer de hele week meenemen. Morgen gaan we geloof ik naar Santa Monica toe. Fiets huren en daar een beetje rondkijken. Dus kijk gezellig mee. Wij zijn weer thuis gekomen en we hebben iets heel lekkers gehaald. Ik ga het even laten zien. Waar is het gebleven? De koelkast. Oké, wacht. Dit is het. Maar ik weet het wel. Hi, wij zijn nu bij in Malibu, bij Malibu Beach Farm Café en het is super leuk hier. Ik zal zo even laten zien hoe het eruit ziet. En ik heb een nieuwe hoed, die heb ik vandaag op. En we hebben dus net even gegeten, was super lekker. Alleen we hebben altijd net over dat het wel allemaal echt super gezond is hier. Dus dat is eigenlijk wel gewoon wat toe zijn aan friet. En gewoon alles is hier organic en vegan en et cetera, et cetera. Wij willen eigenlijk gewoon friet en ijs en hamburgers en gewoon suiker en frituur. Nou, vandaag zijn we bij Malibu Farm. Ja. Ontzettend lekker gegeten. Hele mooie ambiance. Geweldig uitzicht. Lekker weer ook. Ja. Ik heb een nieuwe eyeliner, zoals je ziet. Is Oh Natura. Nieuwe make-up lip gloss. Ja. Wat heeft Tante Vief daar? Wat heeft Tante Vief dan? Nee, dat doen ze toch niet. Is geen melk, schat. Dat is heel zuur. Dat mag je dan niet. Oei. Hey. Wij zijn nu in Santa Monica op de pier. Zinnen gaan lopen. En ik heb eventjes Sander Josje aangedaan. Lekker gabberstaal. Oh, daar ben je. Het is hier zo druk trouwens en echt iedereen is aan het Pokémonnen. Er is letterlijk, het is zo druk, er is helemaal niemand die niet op dat Pokémon willen zit. Ja, wij. Dus ons enige. Anyways, we gaan fried shit halen. Friet, ijs. Helemaal klaar. Vegan. Vegan. Gluten allergy, diet, dairy intolerant, fried free, sugar free. We gaan lekker eten halen. We zijn onderweg naar Rodeo Drive, want Vive en ik vinden dat we naar de Gucci winkel moeten. Wat gaan we vertellen? We gaan naar de Gucci winkel en dan gaan we naar de Ralph's, yeah, boodschappen doen. En dan gaan we barbecuen bij ons thuis. Ik kan en lekkere worsten eten. Hè? Zeg dat eens even lekker op z'n Brabants. Even lekker worstjes klap. Niet jongs. En dat gaan we doen. En ik heb een heel mooi rood jumpsuit met flared pipe. En toen zei mijn stylist, zei, misschien is het leuk als je een wit shirtje eronder doet. Met een print, dat was heel erg van nu. Dus zodoende. En Olly is ook helemaal leuk gekleed. Maar Olly past dus niks meer, want die wordt echt met de dag groter en dikker. Dus die, ik heb gisteren allemaal leuke spulletjes voor haar besteld. Dus dat heb ik nog meer te vertellen. Niet zoveel. Gisteren in Santa Monica geweest, heb ik een beetje gevlogd. En overdag in Malibu, dat is ook heel leuk. En toen ben ik vergeten te vloggen. En voor de rest, het is dus zaterdag. En we gaan denk ik naar Sprinkles.
Daar ben jij nog nooit geweest, hè? Wij zijn weer thuis en we hebben boodschap gedaan. En we gaan nu barbecuen. Super lekker. En Sander kan heel goed koken. Die heeft ceviche gemaakt. Heel lekker. Dus dat ga ik nu eten. Sander, wat doe jij allemaal in je ceviche? Knoflook. Nee, maar wat nog meer? Liefde. Kijk, dit is echt een beetje... cheesy. Beetje cheesy. En hier staat onze barbecue. Waar nog niks op zit volgens mij. En daar is Dirk. Het zit wel lekker aan de barbecue, meid. Zo lekker. Wel dikketje meenemen dan, ja? Nou, het zijn dus... Nou, vertel het eens dan. 6 limoenen. 1 citroensap. Dan 3 eetlepels soja. Wat gember. Knoflook. Allemaal verschillende soorten tomaatjes. Garnalen, rood uitje. Halibot. En dat wordt gegaard door de saus. Door de citroen. Door de citroen. En zit er peterselie of koriander in? Koriander. Nou, super healthy, not so vegan, but... Maar wel... Skinny dairy, life. Deli, dairy intolerant. Intolerant. Kom maar, Olly. Kom jij ook maar buiten liggen. Wow. Wil je nu in je zak? Wil je in je zak of wil je een dutje doen en hebben we nu je dutje verpest? Olly gaat nu proeven hoe het smaakt. Olly gaat er eerst je hoofd in je troefzaam nemen. Barbecue! Yes! Worst. Yes! Goedemorgen, het is vandaag zondag en ik voel mij niet scherp. En wij zijn aan het ontbijt bij Jones on Third. Met Bibi. En Sander. Dus zo ziet het er hier uit. Een beetje Frans. En ze hebben hier super lekkere dingen. Cupcakes en zo. Broodjes. Echt een hele leuke lunch tent. Dit is de menukaart. Dus daar gaan we heel vaak heen. We hebben avocado toast en pannenkoeken, die gaan Sander niet delen. En scrambled eggs. Wij zijn op de flea market bij Melrose. En het is echt super heet. Ik heb net een flesje water over mijn hoofd gegooid. Dus vandaar dat het er zo uitziet. En we hebben frietjes. En Olivia is lekker aan het chillen op haar kleedje. Hé? Hey? Goedemorgen, het is vanochtend, maandagochtend. En deze gaat zo naar huis. Hippe bril heb jij op, hè? Hippe bril, hè? is van Sander. Ik ben al mijn zonnebrillen kwijt. Again. Wij gaan nu naar de CVS. Eventjes nog dat leegkopen. Dat is hier een soort van de lokale etels, zeg maar. En daar kan je heel veel chille dingen kopen. Dus dat gaan we even doen. Ik was gisteravond vergeten te vloggen, trouwens. Lekker rood lichtje. Ik kom net terug van de CVS en er zijn hier wat pakketjes bezorgd. Dit is van Little Me. En daar had ik wat kleding voor Olivia besteld. Want ik had al Olivia haar pyjamaatjes in Nederland laten liggen. Deze pyjama zat erin. Kijk hoe schattig met die voetjes. Deze pyjama met de mutsje en dit. En dit met de poedel, stippeltjes en iets roze. En deze, die is echt te cute. Ik ga die denk ik zo aandoen. En deze, met flared mouwtjes. Dit pakje. En dan nog die eronder zit. Zijn er twee, ook van die flared mouwtjes. Ik ben net weer teruggekomen van de CVS.
En Vief is net naar het vliegveld gegaan. Zo jammer. Het was zo gezellig. Dus ik ga haar echt heel erg missen. Zij gaat weer naar Nederland. Ze is hier 2 weken geweest. Echt bizar dat we hier al 2 weken zijn trouwens. Het voelt echt als een week of zo. En we blijven hier nu nog 10 dagen in LA. En dan gaan we naar New York. Voor ik denk 7 dagen. Met Olivia ook. En Bibi gaat dan naar huis. Die vliegt alleen trouwens van New York naar Amsterdam. Want die gaat met haar moeder op vakantie. En wij zijn dan in New York 1 week. Hoop ik. En dan gaan we weer terug naar LA. Ja, ik vind New York zelf niet heel leuk. Dat klinkt heel verwend. En ik weet dat iedereen het super leuk vindt. Maar... En mijn broer woont daar ook. Dus dat is wel leuk om hem te zien. Ik denk dat we ook bij hem slapen. Maar ik, ja, ik heb gewoon echt niks met, New York. Dus ja, maar goed. Misschien wel leuk met een baby. I don't know. Ik ben dus bij de CVS geweest. Ik weet, willen jullie zien wat ik daar gekocht heb? Vooral echt onzin spulletjes eigenlijk. Van die dingen die je in Nederland niet kan kopen. Ik had trouwens gisteren op die flea market iets gekocht waar ik zo blij mee ben. Zal ik nu even laten zien. Kijk, hier was ik al heel lang naar op zoek. Alleen ik ga denk ik in Amsterdam mijn lievelingsparfums en zo erin zetten. Ik heb nu even gewoon mijn sieraden die ik bij me heb erin gelegd. Omdat ik anders alles kwijtraak. Heel de tijd. Dus dat, die heb ik gekocht. Deze hoeden heb ik trouwens ook nog nieuw. Die zijn van Lack of Color. Een roze en een lichtroze. En ik heb een trui gekocht die iedereen hier niet leuk vindt. Maar ik vind hem wel heel leuk. Namelijk deze. Ik vind hem zelf echt heel cool. En hij heeft ook van die wijde mouwtjes. En hier is dan strak. En nu ga ik even zwemmen. Deze blaadjes heb ik net even gekocht bij de CVS in staal. Vind ik altijd wel leuk om te lezen. Hier. En deze. Ik heb hem zeg maar zogenaamd voor Bibi gekocht. Maar ik ga hem zelf lezen. Want ik bedoel, ja, als deze mensen op de voorkant staan. Dan is het gewoon een hit toch. Ariana Grande, Kendall en Kylie. Lijkt me echt fantastisch. Dus die ga ik even lezen. Ik heb Sander's mooie zonnebril weer op. En ik lig nog even lekker in de zon bij het zwembad. En we gaan vanavond uit eten met vrienden. Die gaan dan Olivia voor het eerst zien. Hier wel gezellig. En voor de rest, ik moet dus nu echt gewoon gaan werken. Want zoals jullie zien ben ik alleen maar leuke dingen aan het doen. En... de vakantie zit er wel een beetje op. Dus ik ga langzaam weer beginnen met werken een beetje. Helaas. Nee, mijn werk is super leuk. Dus het maakt niet uit. Dus ik ga nu zo even wat e-mailtjes denk doen. En ik denk dat ik deze vlog nu ook ga afsluiten. Want ik heb alweer best veel gefilmd. En ik ga natuurlijk nu 2 keer in de week uploaden. Thumbs up als jullie dat leuk vinden trouwens. Dat ik 2 keer in de week ga vloggen. Anders dan doe ik het 1 keer. Het is even een experiment. Dus let me know. En blijf me ook volgen op Instagram. @queenofjetlags. Zou ik heel leuk vinden. En Snapchat. Dus ook gewoon, alles is gewoon @queenofjetlags. Dus bedankt voor het kijken allemaal. En ik zie jullie zondag.